Wanda. Wanda is ook een vrouwennaam. Die klinkt alweer heel groot. Oh, ik ben Wanda, weet je wel. Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Parkitect. En vandaag gaan we verder. Ik ben nog een beetje verkouden. En dat maakt allemaal niet uit. Hè, dat moet gewoon slijten. Verkoudheid moet slijten. En volop van die zakdoekjes vol snuiten met blubber en snot. Dan komt het helemaal goed. Blubber? Oké. Goed. Ik heb deze houten achtbaan gemaakt in de vorige aflevering. Althans, de achtbaan die was gemaakt inderdaad. Maar het ging voornamelijk om het station. En we hadden het over houten achtbanen. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Vandaag gaan we weer een flat ride plaatsen. Een winkeltje. Gaan we gewoon een beetje het plein opknappen voor de houten achtbaan. En ik dacht aan een flat ride. En ik zat zo te kijken en mijn keuze viel eigenlijk op de even kijken, de theekopjes. En waarom? Dat is gewoon een leuke attractie. En ik kan hem ook precies hier in het midden plaatsen. Lekker cliché, weet je wel? We plaatsen alles netjes in het midden. Nou, ik denk dat ik hem dan hier plaats, want dan heb ik nog ruimte voor een soort van bloementuintje eromheen misschien. Moet even kijken hoe we dat gaan aankleden. En misschien even kijken, een in- en uitgang hier aan de voorkant is wel weer heel cliché. Ik kan het in principe gaan doen, want dan is het gewoon lekker bij elkaar. Nou, ik doe het gewoon, weet je al, zonder bij na te denken. Gewoon lekker zo'n simpele wachtrij. Hoppakee, heel kort. Kort maar krachtig, zo moet het maar even denken. En dan doen we deze ook gewoon even een korte wachtrij. Oh, dan moet natuurlijk wel matchen met de kleurtje steen. Zo, dat is niet de goede. Dan moet ik even deze pakken en die is de beste, juist. Oké. Nou, dan gaan we dat een beetje eromheen teamen. Nou ja, niet echt heel groot teamen. Ik denk gewoon dat we voornamelijk bloemetjes. Het moet een beetje vrolijk worden. Ik vind het park wel wat groen. Maar vooral dit plekje vind ik leuk met al die kleurtjes, met al die bloemetjes. Dat mis ik eigenlijk een beetje in het park. Dus ik wil voornamelijk dit gebied een klein beetje op gaan vrolijken met van die bosjes en van die leuke bloemetjes. Ja. Nou, ik weet dat het spel eigenlijk redelijk update. Niet super veel. Ze doen hun best. Dat zeker weten. Alleen het gaat niet echt super snel. Dus ja, weet je. Maakt ook in principe niet heel erg uit. Maar ja, ik vind het wel jammer. Ja, ik verwacht eigenlijk dat ze gewoon met grote updates komen. Maar dat komen ze niet. En dat vind ik gewoon heel erg zonde. Oké, ik ga ze even tactisch plaatsen. Ik denk hier even eentje, daar ook, in de hoekjes. En daartussen doen we dan andere bloemetjes. En ik weet niet, kunnen we die tulpjes, die kunnen we wel hier doorheen plaatsen. Dat is leuk. Alleen die grote, ja, die stukjes tulpen, die kunnen we hier alleen in het midden doen. Dan doen we die gelijk een ander kleurtje. Misschien moeten wij wit gaan mengen met de kleur rood. Is dat een beetje leuk of is dat niet leuk? Nou, dit is een soort ander rood. Het is een beetje een soort lichtrood. Ik ga hem gewoon plaatsen. Ik vind het leuk genoeg om daar neer te zetten. En dan hoop ik dat ik daar doorheen nog een paar van die bosjes kan planten. Zo niet, dan moeten we even kijken of we wat andere variatie erin kunnen doen. In de hoeken moeten we sowieso een volle boom plaatsen. Gewoon een dikke grote boom. Zo'n dikke luwas van een boom. Een spar. Wacht, ik moet wel goed op klikken. Kijk, dit is zo'n lekkere luwasboom. Ik weet niet hoe ik aan luwas kom, maar luwas klinkt gelijk zo heel erg groot, hè? Van kijk eens wat een luwas van een jongen. Ja. En wat zou dan Tiny zou dan een naam zijn voor een klein iemand? Of misschien wel Pim. Pim. Oh, Pim. Sorry voor de mensen die Pim heten. Maar als ik aan Pim denk, denk ik gelijk aan een klein jochie. Wat zo met zo'n rugzak heel erg hoog zit, weet je wel. Die gaat dan net naar school. En die is eigenlijk gewoon een keiharde leerstudent. Die gaat eigenlijk alleen maar naar school om gewoon niet lol te hebben met andere leerlingen. Maar gewoon om keihard in de boeken te duiken. Dat is echt zo'n Pim-figuur. Ja, ik weet niet waarom. Ik heb ook niks met Pim. Ik had wel ooit eens een klasgenoot die heette Pim. Maar voor de rest, nee, ik had geen haat op hem of zo, dat ik nu zijn naam roep. Heeft er ook helemaal niks mee te maken. Maar in ieder geval, Pim dus. Ja, Pim. Goed, wat vinden jullie eigenlijk zo'n naam? Dat ben ik wel nieuwsgierig naar. Wat is nou typisch zo'n naam? Dat je denkt van, nou, hè, dat is echt een naam voor iemand die wat kleiner is. Bart? Bart. Dat klinkt als een naam, die is een beetje gemiddeld. Vincent? Dat ook denk ik gemiddeld. Ja, niet omdat ik zo heet. Maar ik denk even aan namen. Even denken, wat zijn grote namen? Dit is leuk om even zo even je gedachten te laten gaan, zeg maar. Over grote namen. Of een grote naam, in ieder geval Madelief. Dat klinkt weer heel klein, omdat het weer een heel schattig naampje is. Madelief. Dat weer een bloemetje is, weet je wel. Dat is een mooi voorbeeld. Madelief is dan weer een wat kleinere naam. Wat hebben we nog meer? Wanda. Wanda is ook een vrouwennaam. Die klinkt alweer heel groot. Oh, ik ben Wanda, weet je wel.
Goed, we laten het over andere dingen hebben. Ik heb de theekopjes geplaatst. Daaromheen wil ik eigenlijk allemaal bomen plaatsen. Dus ik ga even kijken wat we hebben niet veel keuze qua bomen. Dat vind ik zo jammer. Nog steeds niet veel keuze. Maar ik ga het gewoon lekker volgooien met mijn boompies. En dan gaan we dadelijk wat andere kleurtjes eraan geven. Dus wat ik nu doe, is gewoon allemaal dezelfde bomen. En dan dadelijk geven we allemaal andere kleurtjes eraan. Dat je een beetje variatie erin krijgt. Zo, die gaat daar. Zo, ik skip gewoon een paar bomen. Zo, die kan daar in het hoekje. Kan die daar nog? Ik weet niet. Een beetje proppen. Als die blauw wordt, kan ik hem plaatsen. Hoppakee. En dan wat van die kleine boompjes ertussen. Kijk, dat wordt al wat gezelliger. Kunnen we helemaal gaan uitbreiden hier naar achter natuurlijk. Maar ik wil hier een heel groot meertje gaan plaatsen. Ik wil sowieso wat meer met water doen. Ik heb hier een klein meertje, daar een klein meertje, daar ook. Met een bruggetje ziet er leuk uit, daar een meertje. Maar ik heb geen groot meer. Ik wil hier gewoon iets heel groots plaatsen. Dus we gaan eens even lekker de grond naar beneden gooien. Hoppakee. Gezellig. Misschien kunnen we dadelijk ook nog wel een attractie eraan toevoegen. En daar praat ik dus over bijvoorbeeld een attractie zoals een dat je een bootje kan huren of zo. Ik weet niet of dat er is trouwens. Dan moet ik even zo gaan kijken. Nou, ik heb hier een beetje al het grond naar beneden gegooid. Dan ga ik ze even vullen met water. En kijk, dit willen we zien. Hoppakee. Lekker veel water. Een grote plas. Misschien moet ik het wat mooier afwerken. Want ja, dit zijn lelijke hoekjes. Natuurlijk doen we daar wat rotsen tegenaan. Dat zal een beetje verschuilen natuurlijk. Dat het zo minder is. Ik kan natuurlijk ook dit doen. Kijk. Als ik dit een beetje omhoog gooi. Zo. Dat je een beetje een eilandje krijgt. Even kijken hoor. Dat het een beetje hier steekt naar die kant. Dus even kijken hoor. Zoiets. Kijk, dit kan natuurlijk ook. Zo. Dit gaat een beetje recht. Zoiets kunnen we ook doen. Leuk, ja, dit vind ik leuk. Zo, dan gaat het hier een inhammetje. Dit moet niet, het moet een beetje naar beneden. Oh, wat gebeurt hier dan weer? Ik gooi het wel liever even omhoog dan. Zo, perfect. Ja, we doen het even bij deze en doen we er omheen allemaal bomen. Maar we gaan eerst even hier. We moeten even dit plein in orde brengen voordat ik weer helemaal naar achteren park. Wat is dit? Wat is dit? Oké, een zwarte schaduw. Je ziet hem ook, hè mensen? Kijk, als ik uitzoom, hè? Oh, hij is weg. Oké, dat was heel raar. Prima. We gaan hier ook natuurlijk met bloemetjes werken. En daarom ga ik... Of ik kan natuurlijk ook een soort van waterfonteintje maken. Of niet? Kan ik iets met water doen? Ik ga eens even kijken of dat gaat lukken. Dit naar onder gooien. Oh, krijg je dit weer. Nou, weet je wat? We doen het gewoon op deze manier. Hoppakee. We trekken gewoon die hoekjes naar beneden. En dan plaatsen we gewoon wat water hier. Kijk, dat is leuk. Hoppakee. En klaar. Nou, hartstikke niks meer aan doen. Dit is gewoon hartstikke gezellig. Ziet er leuk uit. Klein beetje water nog. En dan doen we hier een winkeltje. En dat winkeltje moet eigenlijk een beetje matchen met de houten achtbaan. Dus ik ga gewoon dezelfde muren gebruiken die we ook bij de achtbaan hebben gebruikt. Dat zijn gewoon die houten balken. Kijk, we hebben nog een hekje van hout. Een hekje. Ik heb al 25 jaar heb ik dat ding. Ik heb het nog nooit gehoord van. Ik heb het nog nooit gehoord van een hekkie. Kijk, doen we dat er tegenaan. Dat is gezellig. Gezellig. En dan gaan we even kijken. Waar zijn die muren? Als je ze nodig hebt, dan kan je ze nooit vinden. Ja, hier zijn ze. Hoppakee. Gaan we even een gebouwtje in elkaar zetten. In elkaar flansen. Hier komen de kraampjes aan de zijkant. Bij die opening hier komt een dak op. En dit gaat zo naar achter. 2 breed. Dus even kijken. Dat gaat mooi hier naar achter zo. Gewoon een heel klein winkeltje. Zo, even hier nog een hoekje. En dan wil ik hem eigenlijk nog eentje hoger maken. Maar ik weet niet zeker of dat er mooi uit gaat zien. Misschien doen we dan even een half muurtje. Zal ik even draaien. Dat is denk ik wel voldoende. Kijk, dan komt dat ook boven dit bovenkantje uit. Boven die, wat is het eigenlijk? Een soort van bescherming tegen de regen. Zo noem ik het maar even. Zo, even een randje. En dan gaan we gewoon die daakjes gebruiken die we ook hebben gebruikt voor hier. En dat zijn gewoon even, kijk, de hele simpele. Ik kijk gewoon even mijn daken. Kijk, hier zo, de dak. Hoppakee. Ik weet niet of het dezelfde kleur is, maar maak het even uit. Zo, moeten we even de winkeltjes erin gooien. Nou, wat voor winkeltjes zal het worden? Ik denk gewoon heel simpel, een eetkraampje en een drinkkraampje. Gewoon heel standaard. Of we kunnen ook popcorn gebruiken, dat is ook wel leuk. Gewoon een keer popcorn. Hier een popcornkraampje. En die sluiten we aan met het pad. Nou, het pad wordt natuurlijk dezelfde kleur als die tegeltjes. Oh, dit zijn andere soort tegeltjes. Maak het uit, joh. Gewoon een beetje voor de variatie. En dan gaan we even kijken naar wat te drinken. Wat zullen we? Bubbelthee. Jeetje, bubbelthee. Daar zit ik niet op te wachten. Ik denk dat ik liever zit te wachten op een... Noem eens wat. Gewoon frisdranken. Gewoon standaard frisdranken. En even kijken, matcht die mooi? Ja. Oké, nou, er zijn dus 2 winkeltjes toegevoegd. Hebben we een klein winkeltje of ja, gewoon een soort van gebouwtje. Weinig variatie in het gebouwtje zie ik nu pas. Ik denk dat ik toch wel eventjes wat raampjes erin wil gooien. Of sowieso even een leuk schoorsteentje, want die zit er helemaal niet op. Dus even kijken als we dit omhoog gooien. Dan kunnen we dit misschien wel erop. Even kijken, hoe ziet dit eruit?
Ik gooi het maar gewoon erop. Als het niet zweeft, dan is het goed. Voor mij ziet het wel uit alsof het zweeft. Dus ik doe hem gewoon daar zo. Even kijken, zit dat er goed uit? Ik vind het niet zo mooi. Hebben we iets kleiners? Ik denk dit is beter, denk ik. En die zetten we dan. Even kijken, hoe kunnen we dit het beste plaatsen? Ik denk gewoon hier, joh, maak het uit. Je ziet toch niet dat hij zweeft. Gaan we even kijken bij de muren. Hebben wij nog variatie? Ja, hier hebben wij raampjes. Nou, die gooi ik er gewoon maar in aan de zijkant. Zo hebben we dat ook gehad. Hier ook. Zo, en aan de achterkant doe ik er nog één en daar eentje. Zo, nou hebben we ook weer een winkeltje een beetje variatie gegeven aan de voorkant. Misschien even nog van die hekjes. Dan wil ik eigenlijk dezelfde hekjes gebruiken wat we hier ook hebben gebruikt. De hek met paaltjes. Zo, en er komt ook een entertainer langs. Hartstikke gezellig. Die vindt dat natuurlijk leuk om even alles te zien en zo. Wat er... Oh, ik word uitgenodigd voor Rocket League. Ik vind dat zo vervelend, hè. Ja, nee, ik vind het leuk dat mensen me uitnodigen. Nou, eigenlijk niet. Maar voor spellen die ik niet heb. Ja, ik weet dat ik heel veel spellen heb. En je kan natuurlijk nooit weten welke spellen ik allemaal heb. Maar heel vaak krijg ik van die uitnodigingen en meestal blokkeer ik die mensen ook. Want dan krijg je zo vaak een uitnodiging en het is niet heel erg... Ja, het is een beetje vervelend als je aan het opnemen bent en dan krijg je elke keer meldingen. Ik weet dat ik het kan uitzetten, maar ik ben Vincent. Ja, is dat een goede... Ja, dat is gewoon een goed antwoord. Ik ben Vincent. Oké, wat gaan we hier plaatsen? Ik denk dat we nog eventjes zulke bomen ook moeten plaatsen. Die ben ik trouwens vergeten om hier tussen te zetten. Dus die ga ik er gelijk even neerknallen. Dus heel sneaky ertussen. Ik vind het sowieso heel leuk dat we echt een beetje gaan focussen op natuur, weet je wel. Ik ga gewoon een beetje klikken. Zo, en dan komen er vanzelf groeien van die boompjes uit de grond. Ik moet niet te snel klikken, want kijk, dan gaat het niet. Oh, nou ja, dat gaat wel, maar niet heel erg snel. Dus ik kan beter gewoon op mijn gemakje klikken. Dan gaat het nog sneller dan dat ik achter elkaar rage klik. Heet het dan gelijk rage klikken? Nou ja, ik maak er gewoon rage klik van. Hier nog van die rotsjes er tegen, natuurlijk aan de zijkant. Nou, dit pleintje ziet er wel leuk uit. Misschien kan ik trouwens nog wat rots hier in het midden van het water zetten. Dat lijkt me ook wel heel tof. Kijk, dan laten we gewoon die rotsen een klein beetje... Oh! Even kijken hoor. Hij moet wel een beetje boven water uitsteken. Maar waar is boven het water? Kijk hoor. Ik denk dit. Ja, oh kijk. Hij komt er een beetje boven. En die draaien we dan zo. Gezellig. En dan aan de onderkant moet hij natuurlijk ondersteund worden. Doen we dan ook een rotje. Kijk. Dan wordt het gewoon een grote uitgebreide rot. Zie je dat? Kijk, die gaat een beetje naar onder nog. Zo. Of een beetje ondersteuning. En... Nou, zoiets denk ik. Dat vind ik een leuke uitzien. Dan kunnen we nog van die leuke... sprietjes bij doen van het hoge gras. Even kijken hoe dat eruit ziet. Deze kunnen we beter plaatsen. Even kijken hoor. Die moet dan een beetje hier komen. Oh, dat gaat niet lukken. Oké, dat gaat even niet lukken daar. Dan moeten we het hier doen. Aan de zijkant. Vooral aan de zijkant. Zo. En dan zou ik een beetje verdelen. Dus hier een paar. En dan doe je er hier een paar, weet je wel. Gewoon een heel riviertje gewoon helemaal rond. Gewoon een klein beetje voor die details zorgen. Zo, hier staan er nog wat meer bij elkaar. Hier is gewoon een hele familie. En hier nog een paar. Zo, en dan doen we die hoge sprietjes. Die kunnen we in principe gewoon hier een paar keer klikken. Maar dan blijf je in de gang. Dan kan je echt wel 2000 keer gaan klikken in principe. Want dat gras... Kijk, je moet echt inzoomen weer dat gras zien. Maar het is echt sprietje voor sprietje. Kijk, nu heb ik ongeveer 10 bij elkaar. Dat ziet er echt tof uit. Als je zo het zon erop ziet met die schaduw. Dat is echt heel gaaf. Alleen, het kost gewoon te veel tijd. Ja, het is gewoon echt voor de details, denk ik. Nou, de rotsen gaan we ook een paar keer doen. Kijk, de spaartjes doen we er ook bij. En dan gaan we dadelijk een kwastje pakken. Oh ja, gaan we een kwastje pakken. Gezellig. En met dat kwastje gaan we dan verschillende kleurtjes geven aan de bomen. Want dat geeft een beetje variatie. Anders heb je alleen maar eentonige bomen. Of in ieder geval, de kleuren zijn allemaal hetzelfde. En dat is natuurlijk wel een klein beetje saai. Trouwens, wat een hard geluid als ik die bomen aan het plaatsen ben. Ik kom er nu pas achter. Ik hoor gewoon mijn headset volop brullen. Moet je horen, man. Die geluiden, jeetje mineetje. Ik zet dat spel gelijk wat zachter, want dit is echt niet normaal. Zo, nu is het wat rustiger qua geluid. Ik had het ook helemaal niet door. Ik keek ook naar mijn volumebalkje met de opnames. En ik dacht, wow, dat springt er helemaal bovenuit. Excuus voor het ongemak. Voor die harde knallen die je hebt gehoord. Die harde geluidseffecten in het spel. Blijkbaar heb ik weer aan mijn geluid lopen rommelen. En dan krijg je weer al die settings helemaal in de war en zo. Nou, nu hebben we wat bomen geplaatst. Nu ga ik dus deze kwast pakken. Is het deze, geloof ik? Nee, het is even kijken. Het is dat kwastje. Waar zit die verstopt? Ik geloof dat ik dan... Ja, toch bij de kwast. Ja, deze. Dit is de kwast. En dan pak ik dus, zeg maar, een andere kleur. Dus ik doe dit linker kolommetje van zwart. Doe ik hem naar bijvoorbeeld een beetje een donkergroen misschien. Is leuk. Zo, een beetje dit. En dan kleur ik dat. Even kijken of dat gaat lukken. Nou, je ziet dat er heel veel... variatie nu komt. Het lukt gewoon helemaal niet. Wacht even. Ik moet niet falen in mijn uitleg.
Maar gaat het nu lukken? Ook niet. Ik doe gewoon allemaal andere kleurtjes en dan zie ik wel of dat gaat lukken. Nee, en dan doe ik deze ook in groen. Nou, je ziet dat het gewoon helemaal niks doet. Hè? Maar ik zou zweren dat dit het zou moeten doen. Ik weet het zeker. Wacht, ik pak een wat lichter groen. Ik pak deze ook allemaal lichtgroen. Dan zien we een groot verschil. Misschien kan ik bomen helemaal niet kleuren. Ja, ik kan bomen kleuren. Ik weet het zeker. Ook blijkbaar had ik de kleuren moeten aanpassen hier in dit venster. Zie je? Je hebt maar een bepaalde keuze uit kleuren. Dus dat is wel even jammer. Want dan moet ik zeg maar elk boompje moet ik dan eigenlijk opnieuw een kleur aanklikken. En dan moet ik hem overspoelen. Dat is wel echt extra werk. Misschien dat ze dat nog in de toekomst een beetje. Maar ja, het is raar is natuurlijk van die knalgele bomen geplaatst. Het zou op zich wel kunnen, weet je wel. Gewoon voor de variatie. Het begint weer te regenen. Ja hoor, het was zo gezellig. Maar helaas moet het weer gaan onderbreken. En ziet het er weer wat minder uit. Nou, we hebben in ieder geval dit pleintje een beetje aangepast. We hebben een nieuwe flatride. We hebben een nieuw groot meer toegevoegd. Het ziet er weer groot uit. En moet je even uitzoomen, dan zien jullie het. Nou, kijk, het wordt al een beetje een pretpark zo te zien. Bedankt voor het kijken naar de video. De volgende keer gaan we verder. Dan gaan we in ieder geval uitbreiden hier naar achter. Hier wil ik nog ook allemaal leuke plannetjes doen. Je ziet dat er echt al een beetje een soort van bos ontstaat. En daartussen kunnen we dan attracties plaatsen met een pad. En dat, ik hoop dat het een beetje leuk uitziet. Dat is de bedoeling ook. We gaan hier aan de zijkant ook nog wel misschien wel een flatride plaatsen. Of in de toekomst nog wat ideetjes of een winkeltje. Want anders is het zo saai natuurlijk aan de zijkant. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei.